auto. Ja, jij bent daar, hè? Wij gaan naar het Muiderslot. Maar wat gaan we doen, Ellen? Magneet vissen. Yeah. We zijn heel benieuwd. Zou wel super mooi zijn daar. We zijn rondom het Muiderslot. Hè? Oh, ja, nou zijn we rondom het Muiderslot, sorry. Niet binnen het terrein. Nee, we mogen niet op het terrein. Nee. Nou. Waarom niet? Omdat het gevaarlijk is. Oh ja, dat was het, ja. Er wordt een boot doorgelaten, ze moeten heel veel wachten. Ja. Komt dan. Een boot? Nee! Ja, hier op de middenbrug. Nog een boot. Nog een bootje, de bootjes moeten er doorheen. Ja, de brug gaat weer dicht. De brug draait weer goed, zodat wij er dadelijk overheen kunnen. Kijk maar, Lily. En Dylan. Kijk maar. Ja. Wat cool. Ik vond het al vet, zo'n brug. Ja. En nu nog steeds. Kijk, ik ben er echt. Soms dan gaat hij zo. Hey. Deze draait zo weg. Mooi, hè, Lily. Allemaal boten. Vind je het ook mooi, Amy? Ja. Ja? Ja. Het is wel gezellig hier, hè? Nee, nee. Mooi. Wat heb je, jongen? We weten niet precies wat het is. Nou, maar we gaan. We hadden misschien. Ja, in ieder geval een bierdopje. Een gek boordingetje of zo. Ja, ik denk dat het van een boer of zo is, ja. En dit is een. Spijker? Ja, ik weet niet. Ja. Wat heb je hiervan, denk dan? Geen idee. Dat is de beste vangst tot nu toe. Jolanda heeft wat. Wat heb je? Een mossel. Ja. Wat willen we nu? Dat is hem. Ja, dat is hem. Oh. Oh. Wow. Oh, ja, nog wel een keer hoor. Wanneer was je die verloren? Ja, vorige week. Ja, ik heb hem weer. Ik til een kacheltje aan boven en precies het plaatje valt er echt aan. Kom maar, ja. Het is heel anders. Precies, heel anders. Wat heb jij nou weer? Dat is heel anders. Dat is ook zo. God, dat is ook. Dat is zo anders dat plaatje die je mee hebt, of niet? Ja. Ik ga het niet vinden. Hele buis, wat is dat? Ik denk een paaltje. Een metalen paaltje. Wow! Met allemaal mossels. Dan moet je het andere ding ook weer pakken. Ja, ik wou dat zeggen. Ja, die pak je wel. Deze is wat zwaarder. Vet. Ja, het is een paaltje, ja. Zo. Ja. Kijk, de hele tijd heb ik hem aan de zijkant. Lukt het? Wow. Fantastisch, er zit ook nog een vormpje in. Nou, deze meneer was hem kwijt en wij hebben hem weer gevonden. Zie je nou? Dat is huppers, hè? Geef nooit op. Gelukt. Ja, fantastisch. Even kijken, mag ik jou 5 euro geven hier? Ga eens maar mooi mee. Wat zeg je dan, Livert? Bedankt. Ja, toen nog 15. Hij is liggen in het pijpje. Ja, kijk, als je hem hier had, hier hadden we hem de hele tijd. En niet hier. Ja, ja. Kijk, als je hem hier pakt, dan gaat hij echt niet meer los. Ja, misschien komt het toch nog een beetje gietijs. Wat is dat? Geen idee wat ik nu heb. Ik heb gegooid en ik heb getrokken. En een spijker of zo. Spijker of schroef. Ja, het is wel een oud Hollands handvat of zo, ergens van. Hebben we weer wat? Een lepel! Nou, je kan lekker eten zo, hè? Een lepel! Een lepel! Hier iets, daar iets. Dit is een mesheft. Dit is van een mes. Dat kun je zien. Een stuk van een mes. Nou, dan heb je, kan je ook nog snijden. Met mes en lepel. Dan moeten we alleen nog een vork hebben. Wat is dit? Hier is het. Ja, schat, wat is het? Het is zo. Yes. Zie je dat? Een stuk gereedschap, ja. Of zo. Of
Of, ja, ja, het is dus volgens mij een stuk gereed zwart. Dit is echt een super goede locatie. Ja. We hebben echt heel veel. Wat is dat dan? Lijkt wel een roos of zo. Magneetvessen met sleppers aan. Stom. Papa, ik kan dit zonder handschoenen. Magneetvessen 2019. Zonder, met sleppers, zonder handschoenen. Wat is het, Dylan? Om in de grond te timmeren. Grote nagel. En van magneetvissen krijg je honger. We zijn in de buurt van Utrecht, waren we dus. En hier in Utrecht zit Soy. Dat is een vegetarisch en veganistisch Chinees. En wij vinden de loempia's heel erg lekker. Dat hebben we een paar keer al gehaald. Als we in de buurt waren. En dus Chris is lekkere loempia's voor ons halen. En voor de meisjes lekker babi pangang. Veganistische babi pangang. Echt super lekker. Echt een aanrader. Als je in de buurt bent om een keer naartoe te gaan. Kijk, Soy. Chris is dus naar Soy toe geweest. En wij hadden zoveel trek dat we dachten, weet je, we gaan gewoon lekker picknicken hier. De tafelkleed meegenomen. Kijk. Papieren en uit de luiertas, toch? Ja, dat zeiltje van de luiertas. We hebben lekkere grote loempia's. Een Vietnamese loempiaatje voor de meisjes. En veganistische babi pangang. En lekkere... Nassi, is dat goed? Bami. En wij gaan hier gewoon gezellig eten zo. Smakelijk eten. Kijk, langs de weg. Midden in een woonwijk. Onder een boom. Onder een hele mooie boom. Wij doen dat gewoon.